Dieren kunnen na een ongeval, net als wij, een bot breken. Nou, hoe herken je dat en wat kan je allemaal doen? Als een dier van een grote hoogte gevallen is of bijvoorbeeld aangereden, dan kan er sprake zijn van een botbreuk. Wanneer moet je daar scherp op zijn of rekening mee houden? Als een dier bijvoorbeeld op drie poten loopt, dus dat die één poot echt totaal niet belast, dan kan er sprake zijn van een botbreuk. Als een dier op drie poten loopt, één pootje helemaal niet belast en je ziet het pootje ook los bungelen of er is een extra gewricht wat er voorheen niet was, dan is het waarschijnlijk dat er een bot gebroken is of iets ernstig verscheurd is. Botbreuken zijn erg pijnlijk, met name als de fractuurdelen, dus de botdelen die gebroken zijn, ten opzichte van elkaar bewegen. Omdat het pijnlijk is, kunnen die dieren zichzelf ook verdedigen. Want als je eraan zit of het beweegt, dan krijgen ze een pijnscheut. Dus hou er rekening mee dat ze kunnen uitvallen, dat ze kunnen bijten, dat ze kunnen krabben. Als het jou lukt, en dat moet je eigenlijk met z'n tweeën doen, om het pootje te stabiliseren, dus dat je een verbandje eromheen aanlegt, dan bewegen die botdelen minder ten opzichte van elkaar, waardoor het minder pijnlijk is. En wat ook helpt is als je zorgt dat het pootje wat beschadigd is, bovenop het dier ligt. En dat hij niet met zijn hele gewicht op het pootje ligt. Nou, naast de pootjes kan er ook een breuk in de schedel optreden. Dan zie je dat het bekkie niet meer dicht gaat of dat het kaakje wat scheef staat. Deze dieren kwijlen ook vaak, die kunnen ook niet meer goed slikken. Er kunnen ook breuken van de wervels optreden. Wat je dan vaak ziet is uitvalsverschijnselen. Dus dan lijken ze tijdelijk of soms zelfs permanent zijn ze verlamd. En het kan ook gebeuren dat bij een aanrijding of bij een val dat bijvoorbeeld een rib breekt. Bij die dieren zie je een asymmetrische ademhaling. Dus als je die van boven bekijkt, dan zie je dat één longhelft beter uitzet dan de ander. Die dieren kunnen zelfs ook een klaplong krijgen. En dat is absoluut spoed. Dus als een dier een val gemaakt heeft of aangereden is en hij ademt asymmetrisch en je verdenkt hem van een breuk, moet je met spoed naar je dierenarts. Andere breuken zijn vaak geen spoed om te maken. Uiteraard is het wel belangrijk dat je dier snel naar de dierenarts gaat, dat hij pijnstilling krijgt en dat die botdelen ten opzichte van elkaar minder bewegen. Maar daadwerkelijk repareren, dus de operatie om zo'n botbreuk eventueel te fixen, dat is vaak geen spoed. Behalve bij die ribbreuken, omdat er dus een klaplong kan optreden en dan is de ademhaling ook belemmerd. Voorkomen is beter dan genezen, maar het is goed om dit in de gaten te houden bij een dier waarvan je denkt dat hij een ongeluk meegemaakt heeft.